Hartelijk welkom jullie hier. Het is kerstsessie met name ook voor jullie als kinderen om hier samen te zijn. Maar dat betekent niet alleen dat ik jullie als kinderen hier welkom heet, maar dat ik ook graag de gemeente die hier achter jullie zit welkom heet. Ouders en grootouders, belangstellenden, meelevenden en ook vele kinderen die hier ook aanwezig zijn en met hun vaders en hun moeders of hun grootouders zijn meegekomen. Het is nog een voorrecht dat we zo hier tezamen mogen zijn en dat we zo tezamen ook op deze wijze een ogenblikje mogen stilstaan bij het kerstfeest. Dat betekent Christusfeest, dat betekent het woord kerst, dat wijst op de Heer Jezus Christus. En dat is toch wel een zaak die we mogen gedenken, en want de Bijbel geeft daar ook ruime aandacht aan. We hopen dat we zo vanmiddag een goede middag mogen hebben. We hebben allemaal een programma gekregen. We hopen dat rustig met elkaar door te werken. Mogen de Heere geven dat alles ook in goede orde en vrede zijn voortgang mag vinden. Op het programma vinden we dan in de eerste plaats het woord zingen, wat meerdere malen hier voorkomt. En we zingen dan Psalm 2, vers 4 en vers 7. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld, en welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, vers 4 en 7. Thank you.
Wel, we wilden een gedeelte voorlezen vanuit het woord des Heren. En dan wilde ik een stukje lezen van de profetie van Jesaja. En wel hoofdstuk 52, vanaf vers 6 tot en met 15. Jesaja 52, vers 6 tot en met 15. Daar luidt Gods woord dan al dus. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreekt, zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die de vrede doet horen, desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uw wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want ze zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Maak de geschal, juich tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. En al de einden der aarde zullen zien het heil onze Gods. Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar. Raakt het onreine niet aan. Gaat uit het midden van haar. Reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt. Want gij die de zult niet met haast uitgaan, nog met haar vlucht heen gaan. Want de Heere zal voor jullie de aangezicht heen trekken. En de God Israël zal uw achtertocht wezen. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want te welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Tot zoverre. Tracht u in gebed voor te gaan. O heilige, rechtvaardige en heerlijke God, gij geeft ons dat we deze middag hier in dit kerkgebouw samen mogen zijn. En met kinderen voor in de kerk en kinderen achter in de kerk. En nog vele ouders en ouderen daarbij. En gij weet ook waarom dat deze samenkomst belegd is. Opdat we samen met al die kinderen zouden gedenken en de komst van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, op deze aarde. Zijn komst in de menselijke natuur. En want de Heer Jezus is uw Zoon en heeft de menselijke natuur daarbij aangenomen. Och Heere, wat is dat een grote zaak. En wanneer we dat mogen verstaan in onze ziel. En verstaan, dat is niet hetzelfde als begrijpen met het verstand. En want de kamerling, die kreeg een vraag. Verstaat ge wat geleest? En dat betekent niet alleen, begrijpt u het, kamerling, met uw verstand, maar ook of hij het met zijn hart mocht kennen en geloven. En dat het in zijn hart door uw heilige geest was verklaard en toegepast. Ach Heer, er zullen velen onder ons zijn. Ouderen en volwassenen. Maar ook de kinderen hiervoor in de kerk. En de kleinere kinderen die tussen hun ouders zitten. Die zullen moeten zeggen, Heer, ik versta dit niet.
Dat ze misschien zelfs zullen zeggen, ik begrijp het zelfs niet, de woorden zelfs niet. Maar wanneer u door uw Heilige Geest gaat werken, dan kan het zijn dat onze harten het gaan verstaan en geloven. Want als uw Heilige Geest werkt, dan gaat het niet alleen maar om de Heer Jezus geboren in een stal en gelegd in een kribbe en gewonden in doeken, maar dan gaat het erom dat de Heer Jezus in de stal van ons hart is geboren. In de kribbe van ons hart, met de doeken van onze zonden, is bekleed geworden. Ach, wat zou dat een wonder zijn, als we dat leren kennen, hoe jong of ook zijn. Want dan kunnen we kinderen zijn, zoals ze hier zijn, de kinderen zoals ze elke week catechisatie krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat we dan te jong zijn om door uw Heilige Geest geleerd te worden. Wilt u daarom ons allemaal maar geven dat we mochten vragen, och, schonk gij mij de hulp van uw Geest. Dat is toch zo nodig om dat gebed te leren kennen. Wilt u zo dan ook vanmiddag met ons zijn? Want wanneer uw Heilige Geest werkt, dan gaan we ook in ons hart kennen dat we zondig zijn. Dat we het niet verdiend hebben dat uw Geest werkt. Dat we niet kunnen zeggen, Heere, nou moet dat, want ik ben zo meelevend en zo kerkelijk en ik ga zo trouw naar de catechisatie en ik heb de tekst zo goed geleerd. En want dat is allemaal wel plicht, maar daar verdienen we niks mee. We zijn zondige mensen. En daarom hebben we het zo nodig dat u door uw Geest werkt, opdat we de Heer Jezus echt leren kennen en de genade van de Heer Jezus leren kennen. Dat is nodig. Wilt u zo, o Heilige God, met ons zijn en ons allen als luisteraars die meeluisteren geven, dat deze zaken toch in onze zielen mogen zijn. Zo trachten we eerbiedig voor u te naderen. Zo trachten we in alle nederigheid te bidden. Ja, alleen uw Geest kan ons dat leren. Er staat in Psalm 138 dat u, terwijl u oneindig hoog bent, op hen het oog slaat die nederig knielen. Leert u ons dat als het u belieft. En wilt u zo om Christus willen ons gedenken uit genade. Amen. Wanneer we dan hier kinderen en ouders en ouderen een gedeelte gelezen hebben uit Gods woord, dan staat daar eigenlijk een tekst in die we ook in Lucas 2 vinden. Want in Lucas 2, dat weten we allemaal wel, daar komen de engelen bij de herders en daar zeggen de engelen tot de herders dat ze een goede boodschap hebben, dat ze het evangelie verkondigen. Die herders, die zeggen, of die engelen, die zeggen eigenlijk hetzelfde als wat Jesaja gezegd heeft. Want Jesaja spreekt in hoofdstuk 52 in vers 7 van hen die een goede boodschap brengen. Evangelie, wat betekent dat? Evangelie betekent, kinderen, goede boodschap. En wanneer daar iemand komt met een goede boodschap, ja, dan mogen we wel blij zijn. Dat staat hier ook. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede
boodschap. Wel, dat was eigenlijk in de velden van Efrata ook zo. En die engelen die kwamen daar. Ja, de herders vreesden eerst wel met grote vrezen. Dat staat daar. En toch was het goed dat daar de Heere zijn heilige engelen gestuurd had naar de aarde. Eigenlijk was het heel liefelijk dat de engelen daar kwamen. Want ze kwamen met een goede boodschap. Met het evangelie. En ziet, daar gaat het om. Dat dat evangelie gekend mag worden. Ook in onze harten. Ook in onze zielen. Zo jong als we ook zijn. Dat dat in ons binnenste ook gekend mag worden. En dat wij die goede boodschap ook in onze ziel mogen verstaan. Want die goede boodschap die de engelen gebracht hebben, die hebben de herders geloofd met hun ziel. En die goede boodschap die Jesaja gebracht heeft, die hebben de mensen van de tijd van Jesaja ook geloofd, niet alle mensen. Lang niet alle mensen. Heel veel mensen geloofden het niet. Zo is het ook in onze tijd. Heel veel mensen geloven de goede boodschap niet van het kerstevangelie. De goede boodschap van Christus komt. Ze willen dat niet geloven. Er is in hun plaats helemaal geen hart om de Heer Jezus te ontvangen. Ze hebben de Heer Jezus niet nodig. En ook in de tijd van Jesaja waren er veel mensen die hadden de Heer Jezus niet nodig. Die geloofden helemaal die goede boodschap niet. Maar er waren er ook die het wel geloofden. Dat waren heel ongelukkige mensen. Waarom waren die heel ongelukkig? Wel, ze woonden niet meer in Canaan, in Palestina. En ze woonden honderden kilometers ver weg. Want ze waren door de vijanden en de soldaten meegenomen naar een heel ver land. En daar woonden ze. En ze zeiden, wij zijn hier vreemdelingen. We horen hier niet thuis. En dat is vanwege onze zonde en vanwege Gods straffen. Daarom zijn we hier. En daarom zaten ze daar in dat vreemde, verre land. En daarom was het dat ze niet gelukkig konden zijn. Want een mens, jongens en meisjes, een geliefde met mij, een mens die zijn zonde en zijn schuld hier van binnen leert kennen, niet alleen maar met het verstand, maar hier van binnen leert kennen, zo'n mens die kan niet gelukkig zijn. Zo'n mens die kan alleen maar verdriet hebben. Diep verdriet hebben. En zo was het in de tijd van Jesaja ook. Ze hadden diep verdriet. Maar de Heere had gegeven dat daar de boodschap van Jesaja tot die verdrietige mensen kwam. Een goede boodschap. Een boodschap van genade. Wat is dat een wonder niet? Dat de Heere een boodschap van genade geeft aan mensen die verdrietig zijn over hun zonde, over hun schuld en over de straffen van de Heere. Wel, zo was het ook in Lucas 2. Want die herders, die zijn vast ook wel verdrietig geweest. Die hebben vast ook wel hun zonde gekend. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Want alles kan niet in de Bijbel staan. Maar zo werkt de Heer altijd. Als hij zijn goede boodschap, zijn evangelie geeft, dan heeft de Heer eerst gegeven dat de mens verdrietig is over zijn zonde en over zijn schuld.
En die herders, die hebben dat vast gekend. En toen kwam daar de engel en die meerdere engelen. En die brachten een goede boodschap. Wat was de goede boodschap? Ze brachten de goede boodschap van Gods genade. En Gods genade is altijd genade door de Heere Jezus Christus. En dat zegt het woord des Heren. En dat is het grote wonder. Hier in Jesaja 52 staat heel uitdrukkelijk dat ze goede boodschap brachten. En dan nog een keer staat er in dat vers, die goede boodschap brengt van het goede. Het goede. Er zijn vele dingen die noemen wij goed. Jullie kennen de geschiedenis wel. Dat daar staat dat er iemand bij de Heer Jezus kwam en die zei, goede meester. Bij de Heer Jezus zegt, wie is goed? God alleen is goed. En de dingen op de aarde, die noemen we wel God, maar God alleen is goed. En jullie kennen, denk ik, Psalm 25 ook wel. Daar staat, het allerhoogst en eeuwig goed. Wie is dat? Dat is God, zegt Psalm 25. Wel, hier staat, goede boodschap van het goede. Een goede boodschap heeft altijd met God te maken. Een goede boodschap heeft altijd te maken met de Heer Jezus Christus. En dan gaat het niet alleen maar om een klein kindje wat in de stal geboren is. Want dat kleine kindje, dat is opgegroeid. Dat is een kind geworden, net als jullie van die leeftijd. En hij is nog groter geworden. Hij is volwassen geworden. Hij is een man geworden van 30 jaar. En toen hij 33 jaar was, dat weten jullie ook wel, wat is er toen gebeurd? Toen hij 33 jaar was, toen is hij gekruisigd met de spijkers door zijn handen heen. Toen hij klein kindje werd, werd hij klein kindje om 33 jaar later gekruisigd te worden. Waarom gekruisigd te worden? Om de zonde van zondige mensen, die daar zoveel verdriet van hebben, die daarover moeten wenen en huilen, om die zonde weg te nemen, om die zonde te verzoenen, om te zorgen dat die zonde geen scheiding meer maakt tussen God en hun zielen. Daarvoor is hij gekomen. Dat is de goede boodschap. Dat is het evangelie. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Daarom heeft hij ook de naam Jezus gekregen. Die naam betekent zaligmaker. Zaligmaker van zonden. Dat is de goede boodschap zoals ze hier staat. Dan is de zonde niet meer een zaak die scheiding maakt tussen God en onze ziel. Dan is er weer vrede tussen God en onze ziel. Kijk, dat staat hier ook in Jesaja 52. Die goede boodschap kan brengen die vrede doet horen. En dat staat weer in Lucas 2. Daar lezen we dat ook. Want die engelen die brachten de boodschap, de ere aan God en vrede op aarde. Zie je wel, hetzelfde staat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Want in beide delen van de Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, daar gaat het om dezelfde boodschap. Dat er vrede kan zijn tussen God en zondige mensen. Maar dat kan alleen door de Heer Jezus Christus. Door de gekruisigde Christus. En wanneer we door de Heilige Geest in Hem mogen geloven. Kijk, en dat is een vraag waarmee wij allemaal
moeten inkeren tot onszelf. Hoe is het in ons hart? Hoe is het in ons binnenste? Mogen we dat al weten? Mogen we dat al kennen? De vrede met God door Christus, door de Heilige Geest in ons hart. Hier staat een goede boodschap. Een goede boodschap van het goede. Een goede boodschap van de vrede. En ten derde, een goede boodschap van het heil. Wat is het heil? Jullie kennen allemaal wel het woord heiland. De Heere Jezus wordt ook genoemd de heiland. Wat is de heiland? Dat is degene die heel maakt wat stuk is. En de verhouding tussen God en ons mensen, die is helemaal stuk door de zonde. En nu komt de Heer Jezus, die verhouding die stuk is, weer heel maken. Zo is Hij de heiland, de heelmeester. Wel, hier staat dat Jesaja predikt dat er heil is, dat er een verhouding is die stuk was en die weer heel wordt. Hoe kan dat? Dat kan alleen door Christus. En dat is ook het evangelie. En wat we kunnen lezen in Lucas 1 en Lucas 2. Daarom heeft de Heer Jezus, ik zei het al, die naam Jezus gekregen. En wat zou het nou groot zijn? En jongens en meisjes hiervoor in. En de kinderen achterin met hun ouders en grootouders. En wanneer we dat nou eens mochten leren kennen door de Heilige Geest. En dat kan alleen door de Heilige Geest. Daarom, we hebben dat ook op de catechisatie wel eens een keer gezongen. Herinner ik me nog wel. Psalm 119 vers 3. Och, schonk mij de hulp van uw geest. Daarom. En moeten we altijd weer bidden om de Heilige Geest. Want alleen door de Heilige Geest kunnen we deze dingen geloven. Want als de Heilige Geest niet werkt in ons hart, dan kunnen we dat niet geloven. Dan willen we dat ook niet geloven. Maar door de Heilige Geest kan dat. Er waren in de tijd van de Heer Jezus ook veel mensen die wilden niet geloven. In Bethlehem, waar de Heer Jezus geboren is. En in Jeruzalem, de hoofdstad, waar de tempel was en waar de schriftgeleerden waren. We zouden in onze tijd zeggen, dat waren predikanten. Maar ze wilden niet geloven. Waarom wilden ze niet geloven? Als ze kenden hun zonde niet en hun schuld niet. En ze hadden geen verdriet. Ze hadden geen tranen daarover. Gods Heilige Geest werkte niet in hun harten. En dat zou nou het grootste zijn. Dat Gods Heilige Geest wilde geven. Dat die boodschap van de evangeliën. En dat de boodschap van Jesaja. De boodschap van het hele woord van God. Wanneer die in ons hart mocht komen. En wanneer we dat echt mochten geloven en zo ook zalig gemaakt worden. Wanneer dat zo mag zijn, dan gaan we de Heere de eer geven. Net als de engelen die zeiden, ere zij God. Dat zeiden die engelen niet, omdat wij dat zo mooi kunnen zingen. En misschien hebben de engelen dat ook al gezongen. Maar ze zeiden dat omdat ze dat meenden. Omdat dat echt waar was. En zo staat het ook in Psalm 89. Want daar staat dat ook. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. De waarheid van het evangelie op de aarde. Daar mogen zondaren die door de Heilige Geest wederom geboren zijn, dankbaar ervoor zijn.
daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Wat zou dat groot zijn? Dan krijgt de Heere de eer. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten, koningen of keizers er ook op dit aardrijk mogen zijn. Dan zeggen we, oh wat een machtige koning. Wat een rijke keizer. Wat heeft hij veel onderdanen. Psalm 89 zegt. Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Dan is de Heere God in de hemel. En dan is dat kleine kindeke. Gods zoon in het menselijk vlees is veel belangrijker en veel groter dan alle grootsheid en hoogheid die daar hier op deze aarde kan zijn. En dan ben je rijk wanneer je dat kindje mag kennen. Jullie zullen net als ik wel nooit in het paleis zijn geweest. En toch hoop ik dat jullie met de kerstdagen eens in het paleis mogen komen. Een paleis als een stal met een kribbe, twee arme ouders en een kindje in doeken. En waarom noem ik die stal een paleis? Omdat daar een koning geboren is. En waar de koning is, daar is het een paleis. En als hij in ons hart mag geboren worden, dan wordt ons hart een stal en toch ook een paleis. Dan gaan we de Heere de eer geven. Laten we dan samen maar zingen van Psalm 89, het derde zangvers.
krijgen dan nu de teksten zoals de kinderen die geleerd hebben onder leiding van mevrouw Berghoff. Die zullen dus in een drietal gedeelten worden opgezegd en ondertussen er wordt dan tussendoor de lofzang van Maria vers 7 en vers 3 gezongen. En wanneer dan de laatste tekst is uitgesproken door jullie, dan is het dat mevrouw Berghoff een vrij kerstverhaal hoopte vertellen. Mag ze dan nu uitnodigen om dat alles te regelen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dezelfde zal ik de kap vermasselen en gij de vestingen vermasselen. Juda, gij zijt het, u zullen uw broers loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vader zonen nederbuigen. De scepter zal voor jullie niet wijken, nog de wetgeving van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en zelf zullen de volken gehoorzaam zijn. Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land des schaduws doods over dezelfde zal licht schijnen. Want er zal een reisje voortkomen van een afgehouden tronk van Isi en een scheut uit zijn wattelen zal vrucht voortbrengen. In dezelfde dagen dat het gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië staathouder was. Het ging allemaal beschreven te worden en niet geluk naar een eigen staat. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat het het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij de waren na de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon wond met doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat er voor een lelijke plaats was in de herberg. En Maria zeide, mijn ziel mag grote neren en mijn geest verheugt zich op mij zalig maken. Thank you.
Er waren herders in diezelfde landstreek. Ze houden in het veld en hielden nachtdag over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hem en de heerlijkheid des Heeren omscheen hem en ze vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hem, vrees niet, want zie, ik verkondig een grote blijdschap die al het volk wees zal. Namelijk dat ze de geborenissen zalig maken, welke is Christus, de Heer in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult kinderen vinden in doek gebonden en liggen in de kribbe. En we stonden aanwaasten met een engel, een menigte des hemelse heerlevens, prijzende God en zeggende, eerste God in de hoogste hemel en vrede op aarde, mensen welbaar. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, kom laten wij naar heen gaan tot Bethlehem en zien het woord dat er geschied is en ook de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij allang bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van herders. En de herders keerden weder, verheerlijken en prijzen God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk dat er gesproken was. Op het programmablad staat kerstfeest in een nieuwe school. Nou, zolang ik aan het vertellen ben, hebben jullie het niet nodig. Doe het blaadje maar in ieder geval onder je stoel, de andere in het vak, dat ze beter kunnen luisteren. Het verhaal van vanmiddag is echt gebeurd. De feiten, de hoofdlijnen, stonden deze zomer in een onder ons bekend blad. En het verhaal eromheen, ja, dat is de vrijheid van degene die mag vertellen. Luister maar goed. Wat hoor ik daar? Er huilt een kindje. Ach, wat zielig nou. Het huilt echt heel erg hard. Ach, het is nog maar een kleuter. Een jaar of 5. Maar waarom huilt hij dan zo? Is hij misschien gevallen? Zere knie? Bloed? Oh nee. Het is nog veel en veel erger. Is er dan geen papa die dat jongetje op kan tillen en troosten? Nee, dat is het hem juist. Dat kind, dat jongetje, heeft geen papa meer. Maar een moeder dan, een moeder die het over zijn bol aait en troost, heeft ook geen moeder meer. Dat kleine jongetje is helemaal alleen. En als je zo kijkt, dan zie je direct, het is geen Hollands jongetje. Kijk maar naar zijn ogen, kijk maar naar zijn haar, donker. Het is een Chinees jongetje. En hij heeft ook een vreemde, een Chinese naam. Yang, Yang Wong heet hij. En dat kleine jongetje is een weeskind. Ach, daarom huilt hij zo hard. Is er nu niemand die voor dat kleine jongetje zorgt? God in de hemel wel. Yang Wong kent de Heere niet. Maar de Heere kent hem wel. En de papa en mama van dat jongetje zijn gestorven. Een weeskind noem je dat. Is er nou niemand? Ja toch, er zijn familieleden. Oom, tante, die voor hem willen zorgen. Die zijn arm, net als zijn vader en moeder arm waren. Maar toch, toch willen ze zich over dat kleine jongetje ontfermen. En soms, hè? Soms heeft dat kleine jongetje zo'n honger, want ze zijn heel arm. Dan gaat hij maar vroeg naar bed, vroeg op zijn slaapmatje. Dan voel je de honger niet zo. Ondanks de armoede mag hij toch naar school. En Yang Wong doet heel erg zijn best. Na een poosje kan hij al heel goed lezen. En als je nu al hem zou kunnen vragen, zeg jong, als jij zo goed kunt lezen, dan lees jij zeker wel elke dag uit de Bijbel. Dan zou dat Chinese jongetje jou heel verbaasd aankijken, zijn schouders ophalen, zijn hoofd schudden en zeggen, nee, ik lees nooit in de Bijbel. Ik heb niet eens een Bijbel. Hij kent de Heere niet, maar de Heere kent hem wel. Maar
zou hij zeggen. Ik lees wel hele dikke boeken. Want ik wil de beste van de klas worden. Want weet je, als ik nou de beste van de klas ben, dan mag ik misschien wel gaan studeren. En dan word ik misschien wel rijk. Een mooie grote auto en een mooi huis. En van die andere rijkdom, de grootste schat die in het woord van God te vinden is, een nieuw hart bekeerd worden, van die rijkdom weet Yang helemaal niets af. Nee, hij wil alleen maar rijk worden hier op aarde. En misschien wel beroemd. Ondanks de armoede mag Yang inderdaad gaan studeren. En hij doet ontzettend goed zijn best. Als hij klaar is met zijn studie, dan heeft hij eigenlijk maar één doel. Weg uit China, weg uit het land waar hij zoveel armoede heeft gekend, waar zijn papa en mama gestorven zijn. Naar Amerika wil hij, dan wordt hij vast rijk en beroemd. En zo gebeurt het. Op een dag heeft hij zijn oom en tante gedag gezegd, andere familieleden. Hij heeft ze bedankt voor alles en hij gaat op reis. Kijk, daar loopt hij. Op de luchthaven, op het vliegveld. Op weg naar Amerika. Want hij zal rijk worden. In geld. Dat de Heere God een heel ander plan met hem heeft. Daar denkt hij niet aan. Maar God denkt wel aan hem. In Amerika. Daar heeft hij het al snel goed naar zijn zin. Hij vindt inderdaad een hele goede baan. Bij de universiteit. Dan wordt hij baas van de bibliotheek. En hij krijgt er ook andere vrienden. Aardige mensen. En op een dag zeggen ze: Yang, jij bent hier helemaal vreemd. Wil jij misschien eens bij ons op visite komen? Dan mag je ook blijven eten. Oh, maar dat is een goed idee. Dat wil hij wel. En zo komt hij op een dag bij zijn nieuwe Amerikaanse vrienden om daar te eten. De tafel is gedekt, eten staat klaar. Het ruikt heerlijk. Yang wil eigenlijk wel aan de soep beginnen, maar ja, de gastvrouw zit nog niet. Dat is niet beleefd. Hij wacht wel even. Oh, maar een beetje raar. Wat doet zijn vriend nou? Die gaat zijn handen vouwen en hij zegt: we zullen eerst een zegen vragen voor het eten. Zegen vragen? Maar Yang is te beleefd om wat te zeggen. Hij doet het maar na. Handen samen, ogen dicht. Dan gaat zijn vriend bidden. Vraagt om een zegen voor het eten en ook voor als we straks uit de Bijbel gaan lezen. Bijbel lezen? Yang zegt maar niks. Het is heel gezellig bij zijn vrienden. Het eten is heerlijk. En dan, eindelijk als Yang denkt dat ze helemaal klaar zijn, dan pakt zijn vriend een groot dik boek. En zegt: we zullen nu eerst de Bijbel gaan lezen. Dat heeft Yang nog nooit gehoord. Hij heeft zelfs nog nooit de Bijbel gezien. En als ze klaar zijn met lezen, niet dat hij het nou echt goed kon begrijpen, maar hij heeft wel zijn best gedaan en was wat nieuwsgierig, dan zegt zijn vriend: dan gaan we nu danken. Nou, volgens Yang was het hetzelfde als het begin, maar ja, toen noemden ze het bidden. Nu noemen ze danken. En later mag Yang nog eens op visite komen. En nog eens. Elke keer is het precies hetzelfde. Ze bidden, ze lezen en ze danken. En de Heere God wil dat eenvoudige contact met die vrienden, wil de Heere God gebruiken om een wonder te gaan doen in het leven van Yang. En op een dag zegt zijn vriend: Yang, wil je misschien ook zondag bij ons komen eten? En dan gelijk mee naar de kerk? Ja, dat wil Yang wel. Zo gebeurt het dat hij, die Chinese weesjongen, voor het eerst van zijn leven in een kerk komt. Hij probeert zo goed mogelijk op te letten, maar het is wel moeilijk. Maar ja, hij ging maar één keer mee, toch? Zo over de beleefdheid voor zijn vrienden. Maar kijk nou eens, een week later, wie loopt daar naar de kerk met een mooie Engelse Bijbel onder zijn arm? Hij kent immers heel goed Engels. Dat is Yang.
Hij wil nog een keer naar de kerk. Hij wil er steeds meer van weten. Het is de Heere God die de begeerte in zijn hart werkt. En dan gebeurt er in Amerika dat grote wonder. Dat wonder van geloof en bekering. Young, die eigenlijk gekomen was om rijk te worden, vindt daar de grootste schat die hij vinden kan. Die kerkdiensten wil de Heere God gebruiken om Young te bekeren. Dat wonder van geloof en bekering vindt daar plaats. De Heere werkt het in zijn hart. En dan wordt alles anders in het leven van Young. Dan wordt de Heere God de eerste, de belangrijkste. En dan wil hij niets liever dan zijn hele leven gebruiken in dienst van de Heere God. Dan is geld niet meer belangrijk, zelfs die grote mooie auto niet. Er is maar één ding belangrijk, de beden. Heere God, hoe kan ik nou mijn leven in uw dienst besteden? Ja, hoe? Dat weet Young ook niet. Tot op een dag. In de kerk waar Young nu elke zondag naartoe gaat, is op een avond een zendeling uitgenodigd. Een Amerikaan die in China werkt. En Young is er natuurlijk ook. Als er kerk is, is Young er. En die zendeling vertelt dat hij in het noorden van China bezig is om een klein ziekenhuisje te bouwen. Want, zegt die zendeling, dan kunnen we al die zieke mensen helpen. Maar bovendien kunnen we dan de mensen dat ene nodige vertellen. Het woord van God. Als Jan dat hoort, springt hij bijna van zijn stoel van verbazing. Dat hij daar nooit aan gedacht heeft. Dat moet hij doen. Terug naar China. Ja, maar hoe en wat? Moet hij misschien met die zendeling mee om ook in dat ziekenhuisje te werken? De Heer God maakt hem duidelijk dat hij niet naar het noorden van China moet. Nee, hij moet juist terug naar het zuiden, waar hij vandaan komt. En Young wil niets liever dan de Heere God gehoorzamen. En zo besluit hij om zijn baan op te zeggen, afscheid te nemen van zijn vrienden en terug te gaan, terug naar China. Dan wordt het de zomer van 1985. Wie loopt daar op de luchthaven met een hele grote zware koffer te sjouwen? Ja, inderdaad, dat is Young. En diep verstopt onder zijn kleren heeft hij een envelop met geld. Veel geld. Want toen hij in de kerk vertelde dat hij terug wilde naar China, toen hebben ze in de kerk een collecte voor hem gehouden. En met het geld wat hij al gespaard had, gaat hij terug naar China. Nou, het is nog een behoorlijk bedrag, collect is een spaargeld, maar ja, dat heeft hij eigenlijk ook wel nodig. Vliegen is duur en in China moet hij toch ook leven? En zo loopt Young te sjouwen met zijn zware koffer. En dan opeens gebeurt het. Iemand loopt keihard tegen hem aan. Hé, wat vervelend nou. Young struikelt, koffer schiet uit zijn vingers. Hé, en terwijl hij op de grond valt, ziet hij nog net hoe een kleine, magere man zijn koffer pakt en er snel mee vandoor gaat. Oh nee, hè. Terwijl hij zijn kleren nog wat afklopt, roept hij, help, help, houd de dief. Maar niemand kijkt er naar Young en niemand kijkt er naar die man die met de koffer er vandoor gaat. Zo snel die kan, probeert Young de dief in te halen. Maar het is zo druk op de luchthaven. Hij is al twee keer tegen iemand opgebotst. Sorry, sorry, roept hij en hij rent heel snel door. Zijn koffer, wat vervelend nu. Wat kan die man hard rennen, ondanks die koffer. Maar Young kan nog harder. En al snel haalt de dief bijna in. Blijkbaar heeft de dief het in de gaten, want die kijkt om en die ziet een woedende Young aankomen rennen. Dan bedenkt de dief zich niet langer, hij pakt zijn zware koffer en gooit die naar achteren. En dan gaat de dief er als een haas vandoor. Young ziet die zware koffer op zich afkomen, hij wil nog stoppen. Oh nee, hè. Hij valt over de koffer,
op de grond. Oei, zijn hoofd. En hij wordt ook nog misselijk. Daar zit Jan op de grond en hij probeert iets aan de kant te schuiven. En hij probeert de koffer ook opzij te schuiven. En hij voelt iets aan zijn hoofd. Bloed. Allemaal bloed. Hoe moet dat nou? En dan is er een stemmetje binnenin hem die zegt... Jij wist het toch zeker? Jij moest toch terug naar China? Je wist toch dat de Heere God je geroepen had? Nou zit je nog op de luchthaven. Maar naar dat stemmetje wilde hij niet luisteren. Maar hij moet wel dat vliegtuig zien te halen, want hij heeft al betaald. En als hij het vliegtuig mist en nog een keer moet betalen... Ja, daar is dat collectegeld niet voor. Dan is er opeens een stem die zegt... Meneer, gaat het een beetje? Nou, niet echt, nee. Iemand van de luchthaven is bij hem neergeknield. Ik zie het al, meneer. Behoorlijke hoofdwond. Ik zal het wat schoonmaken. Verband erop. Blijf u vooral rustig zitten. Rustig zitten. Jan kijkt om de 2 minuten op zijn horloge. Zijn vliegtuig. Eindelijk is zijn hoofd verbonden. Probeert u eerst maar eens overeind te komen. Voorzichtig komt Jan overeind. Zou het gaan, meneer? Ik denk het wel, zegt Jan. En voetje voor voetje loopt hij met zijn zware koffer richting de balie. Gelukkig, nog net op tijd. De halve vliegtocht heeft Jan nodig om bij te komen. Maar hij is op weg naar China. Als hij terug is in zijn eigen land, gaat hij naar het zuiden waar hij vroeger gewoond heeft. En in een van die kleine dorpjes staat een schooltje. Oud schooltje. Maar bij dat schooltje hoort ook een klein huis. En Jan zoekt een huis. In dat schooltje is niemand. Geen kinderen. Nee. Moeten die kinderen in dat dorp niet naar school? Moeten die niet leren lezen? Ja, dat moeten ze wel. Maar er is in het dorp niemand die ze les kan geven. En Jan heeft daar vroeger ook voor geleerd. Dan krijgt hij een plan. Hij vraagt aan de ouders in het dorp... Vinden jullie het goed dat ik de kinderen les ga geven? En dan ga ik gelijk in het kleine huisje wonen, wat daarbij hoort. Oh best, prima. Maar, zeggen de ouders, we zijn arm, we kunnen hier niet veel betalen. En de schoolboeken... Ja, die zul je ook zelf moeten betalen. Gelukkig heeft hij nog wat van het collectegeld uit Amerika. En zo gebeurt het. Zo begint Jan zijn schooltje. Er komen op, na een tijdje wel 50 kinderen. En natuurlijk leert Jan ze lezen. Met de bedoeling dat ze dan vooral uit de Bijbel zullen lezen. Maar vooral vertelt hij ze uit de Bijbel. Natuurlijk is hij begonnen het verhaal van de schepping, dat de Heere God in zijn almacht alles gemaakt heeft. Hij vertelt van Adam en Eva. Hij heeft ook die hele donkere geschiedenis verteld uit Genesis 3, van de zondeval. Maar ook al, is de tekst waar we mee begonnen, ook al dat er toen al die belofte van de Heere God was, de moederbelofte, ik zal vijandschap zetten, en al die andere teksten uit het Oude Testament. Dat probeert Jan zijn leerlingen allemaal bij te brengen. En hij heeft nog nooit met zoveel plezier gewerkt. Tot op een dag. Jan krijgt bezoek. Hoog bezoek. De inspecteur van het onderwijs. En de man is toch nieuwsgierig? En hij vraagt nog veel. En hij loopt door heel de school. Eindelijk is hij klaar. Dan zegt hij tegen Jan... Ik heb bewondering voor u. U bent echt een hele goede onderwijzer. Ik vind het ook heel ijverig dat u voor zo weinig geld hier wil werken. Maar de school moet dicht. Wat zegt die man nu? De school dicht? Hoe krijgt hij het verzonnen? Dan kan Jan niet meer de kinderen over de Heere God vertellen. En Jan herhaalt het heel verbaasd. Wat zegt u, meneer? De school dicht? Ja, zegt de inspecteur, want
Kijkt u maar eens naar het dak. Nou, dat is niet bepaald waterdicht, dat weet Jan ook wel. En kijkt u maar eens naar de muren. Schots en scheef. En die muur, die staat bijna op instorten. Nee, echt meneer, de school moet dicht. Oh nee hè. Hoe moet dat nu? Geld van de collecte bijna op. Geen geld, geen school. En nooit meer over de Heere God vertellen. De regering van het land, van China, wil wel helpen voor een nieuwe school. Maar dan mogen de kinderen niet meer uit de Bijbel lezen. En Yang mag nooit meer van de Heere God vertellen. En dat nooit. Maar hoe het wel moet, dat weet Yang ook niet. Zorgt de Heere God dan niet meer voor Yang? Jawel, natuurlijk wel. Alleen op Gods tijd en op Gods wijze. Yang denkt na als de school gesloten is. Hij heeft hij al een week niet over de Heere God kunnen vertellen. Misschien dat hij nog één oplossing weet. 15 kilometer verderop is een schooltje, een mooi nieuw schooltje. En ze zeggen dat daar een christelijke onderwijzer is. Misschien kan die helpen. Ja, hoe weet Yang ook niet, maar wie weet. Zo gezegd, zo gedaan. Als Yang bij dat schooltje komt, dan kijkt hij eens goed rond. Ja, ziet er mooi uit. Maar hij is niet alleen gekomen om de buitenkant te bekijken, hij is om hulp. Hij komt om hulp vragen. En als hij naar binnen wil gaan, dan valt zijn oog op een steen die op de zijkant de muur gemetseld is, naast de deur. Yang is nieuwsgierig en hij kijkt. Bonisa leest hij en dan het tweede woord kan hij niet lezen en dan staat er Holland. Bonisa, Holland, nooit van gehoord. Yang gaat naar binnen en die onderwijzer, ook een christen, ontvangt hem vriendelijk en dan wordt het raadsel van de steen wordt al snel opgelost. De onderwijzer vertelt. Een aantal jaren geleden waren hier mensen, Hollanders, en die wonen in de stad zo'n 160 kilometer verderop. En er was een oudere mevrouw bij en die mevrouw werkte voor de zending. En die hadden geld hebben ze in Holland verzameld en dan wilden ze ons hier in China helpen. En toen hebben wij dit schooltje gekregen. Yang hoort het met grote verbazing aan. Oudere mevrouw uit Holland, zending, Bonisa, mensen 160 kilometer verder in de stad. Als dat nou eens de oplossing voor zijn. Hij bedankt de meester vriendelijk voor zijn adviezen en hij gaat terug naar huis. En dan gaat hij bidden. Heere God, u weet het. U weet dat de kinderen niet meer over u verteld krijgen. U weet alle dingen. Zou dat plan misschien nou mogen gelukken? Heere God, wilt u mij de weg wijzen? Zo bidt Yang. Zo worstelt hij aan de troon der genade, om de leiding van de Heere God. Dan neemt hij een besluit. Hij zal op pad gaan. Zo gebeurt het. 160 kilometer lopen, waarvan 60 kilometer over een onverharde weg. Dagen is hij onderweg. En Yang, ach, natuurlijk kent hij niet de psalmen zoals jullie ze thuis leren en op school en op catechisatie. Yang kent geen Hollands, geen Nederlands. Maar als hij zo 's nachts een plaatsje zocht om te kunnen overnachten slapen, dan dacht hij misschien wel aan die psalm. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want hij was aan mijn zij. Zo ervaart hij dat. En zo bereikt Yang die vreemde stad. Vlak bij die stad is een heuveltje. En daar zit Yang. Hij is vol goede moed op reis gegaan. Maar nu, na dagen lopen, nu is hij alleen maar moe. En hij heeft ook nog zere voeten. En hij denkt na. En een stemmetje diep van binnen zegt,
Totaal verkeerd plannen, Jan. Hoe krijg je het verzonnen? Je weet niet hoe die mensen heten in die stad. Je weet geen adres. Je weet niet van die oudere mevrouw uit Holland. Misschien zijn die Hollandse mensen al lang verhuisd. Misschien leeft die Hollandse mevrouw ook niet meer. En als je ze al kunt vinden, denk je dan echt, Jan, dat ze in Holland een zak met geld hebben staan om jou te helpen? Jan weet wel van wie dat stemmetje is. Dat is van een vijand van God. Hij weet ook wat helpt. Helpt tegen moedeloosheid. Bidden en zingen. Hoe vaak heeft dat al niet gedaan de achterliggende dagen? Zomaar in zichzelf. En ook gebeden. Heere God, geeft u me alstublieft een heel klein beetje moed. Dan is net of die iets minder moe is. En of zijn voeten iets minder zeer doen. Zo loopt Jan naar die grote stad. Ja, waar moet hij nou zijn? Die straat of die? Hij zou het wel eens kunnen proberen te vragen. Hij heeft het inmiddels al 5 keer gevraagd. Meneer, mevrouw, mag ik u iets vragen? Weet u misschien waar hier Hollandse mensen wonen? Maar allemaal halen ze hun schouders op. Zou er nou niemand zijn aan wie hij dat nou zou kunnen vragen? Teruggaan naar huis dan? Het opgeven? Nee, nee, dat nooit. Die mevrouw daar, misschien kan die daar nog eens aan vragen. Mevrouw, mevrouw, weet u misschien waar hier in de buurt Hollandse mensen wonen? Ja, ja, zegt ze. Laat ik even nadenken. De 2e straat rechts en dan 4e, 5e huis, kan ook 6e huis zijn. Probeer het maar eens even. En vol goede moed loopt Jan richting de straat die hem is aangewezen. Hij kijkt er eens goed rond. Zou dat huis het zijn? Laat hij maar proberen. Een beetje aarzel drukt hij op de bel. Als er nou maar iemand thuis is. Deur wordt opengedaan. Een lange blonde man doet de deur open. En in zijn beste Engels vertelt Jan wie hij is en waar hij van komt. Komt u maar even binnen, zegt die meneer. Jan gaat naar binnen. In de kamer, op de bank, zit een jonge vrouw. Lief klein babytje op de arm. Daarnaast zit een oudere mevrouw. Jan krijgt een stoel daartegenover aangeboden. Krijgt ook een kopje thee. En dan zegt die jonge man, nou moet ik me nog eens goed vertellen, precies vertellen, wie bent u nu eigenlijk? Hoe komt u aan ons adres? En wat is nu eigenlijk uw bedoeling? Dan gaat Jan vertellen. Heel in het kort dat hij een weesjongen is, dat hij heeft mogen studeren, dat hij in Amerika geweest is. Maar iets uitgebreider vertelt hij over dat grote wonder. Dat hij een nieuw hart van de Heere gekregen heeft. Dat zijn zonden vergeven zijn. En dat dat alleen maar kan. Dat de Heere Jezus zijn leven heeft willen geven op Golgotha. En hij vertelt ook dat hij teruggekomen is. Vanuit Amerika naar China. En dat hij in die school gewerkt heeft. En dat hij de kinderen het evangelie mocht vertellen. Dat de school is afgekeurd. Al gaande zijn verhaal, krijgt Jan een beetje moed. Wat luisteren ze goed. En juist als hij dan wil gaan vertellen dat hij in het andere dorp bij die school geweest is, omdat zijn eigen school was afgekeurd, en dat hij daar die steen heeft gezien met de Polonische-zending, juist dan fluistert die jonge mevrouw, die oudere mevrouwtje in het oor. Hé, wat vervelend nu. Eerst luisteren ze goed, nu praten ze zachtjes in hun eigen taal. Ja, Nederlands, Hollands, kan Jan niet verstaan. En die meneer die zegt ook al iets. Ze kijken wel vriendelijk, maar net letten ze veel beter op. Zie je wel, ze vinden hem eigenlijk brutaal dat hij om geld komt vragen of om spullen voor de school. Maar ja, hij moet zijn verhaal toch maar afmaken. En aarzelend vertelt Jan verder. Van dat andere schooltje dat dat geholpen was en dat hij nou zo graag zou willen weten wie die oudere mevrouw uit Holland was. En ze hoeven niet een hele mooie dure school als ze het materiaal maar krijgen. En er zijn wel ouders, christenouders, die willen helpen bouwen. Het hoeft echt niet zoveel te kosten.
Zo besluit Jan zijn verhaal. En dan blijft het even stil. Zie je wel, denkt Jan, ze zeggen niets. Bent vast veel te brutaal. Dan, hé, die oudere mevrouw gaat praten. Meneer Wong, ja, dat is hij. Luister eens, oh, dat wil Jan wel. Die oudere mevrouw uit Holland zit hier tegenover u. Hé? Wat? Dat kan toch helemaal niet? Is dat echt waar? Jan staat met open mond van verbazing naar die mevrouw. Ze glimlacht en ze herhaalt het nog een keer. Die oudere mevrouw uit Holland, dat ben ik, mevrouw Meinders van Woerden. Ik zit hier tegenover je. Maar, dat is een wonder, stamelt Jan. Dat is een wonder van de Heere. En dan komt die tekst in zijn gedachten, die hij al zo vaak gedacht heeft de laatste tijd. Vanaf het moment dat hij een nieuw hart van de Heere mocht krijgen, die tekst zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Dan neemt die jongere man het woord en zegt, zullen we hier de Heere voor danken, want we begrepen het al een beetje toen u uw levensverhaal vertelde, waar het over ging. En het is toch echt een leiding van de Heere God dat juist op dit moment Jan hier kwam, juist de mevrouw Meinders vanuit Holland hier in China was. Zullen we neerknielen, naar de Heere voor danken? En zo danken ze alle vier de Heere voor zijn wonderlijke leiding. Dan is het bijna een jaar later. Wat is er druk in het kleine dorp van Jan? Er zijn misschien wel 250 kinderen en ouders en nog veel meer mensen. Want wat staat daar midden in het dorp? Een mooie nieuwe school. En in die school zal Jan vandaag voor het eerst het kerstevangelie mogen vertellen. De afgelopen maanden hebben ze hard gewerkt met geld vanuit Holland, van de Bonisa-zending. Ze hebben materiaal gekregen, er was nog iemand die ook wilde helpen. En zo is die mooie nieuwe school gebouwd. En Jan heeft nog met nooit zoveel overgaven verteld van dat wonder dat de Heere Jezus vanuit de hemel naar de aarde wilde komen om zondaren zalig te maken. Sommige kinderen hebben het verhaal al eens gehoord, maar voor de meeste is het nieuw. En hij vertelt dat kindje in de kribbe, dat hij een grote man geworden is. Dat hij toen op Golgotha zijn leven heeft gegeven. Opdat kleine kinderen, hele jonge kinderen, maar ook oude mensen, een nieuw hart kunnen krijgen. Opdat zondaren gezaligd mogen worden. Terwijl hij zo vertelt, zegt hij ook die tekst. Want hij is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was. En zo vertelt Jan voor het eerst in de mooie nieuwe school van dat wonder van kerst, van de Heere Jezus, die naar deze aarde wilde komen. Ook voor die Chinese kindertjes, maar ook voor alle kinderen wilde hij zijn leven geven. Vraag dan vaak, elke dag, of je een nieuw hart mag krijgen. Het wonder dat Jan heeft mogen ervaren, wil de Heere ook nu nog schenken. En buiten, in de muur van de school, je raadt het al, daar zit een steen. Op die steen staat Bonisa Zending Holland. En achter Jan, aan de muur, hangen twee bordjes. Op elk bordje staat een bijbeltekst. Op het ene bordje staat, het is immers een school. Natuurlijk moeten de kinderen leren lezen, maar het gaat er vooral om dat ze bekeerd mogen worden. Op dat ene bordje staat dat de Heere Jezus zelf heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Zulk is het Koninkrijk van God. En op het andere bordje staat de tekst die zijn hele leven niet meer vergeten is. En die hem als eerste in gedachten kwam toen hij die Hollandse mevrouw mocht ontmoeten. Daar staat de tekst, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Van dat wonder van kerst gaan we nu ook zingen. Wat staat de lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt als Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, waarvan Jan dus mocht vertellen in die nieuwe school. En daarna komt de bijdrage van de kinderen met vers 1 en 5.
We willen graag in ieder hartelijk danken voor de aanwezigheid hier en het feit dat we hier zo samen met elkaar konden zijn. En dat we het voorrecht hebben dat we met elkaar, ook met onze kinderen, nog het woord des Heren mogen horen. Dat dat woord des Heren in onze gezinnen mag zijn, dat het op school mag zijn, dat het in de kerk mag zijn. Er zijn delen in deze wereld, zoals in China en vele, vele andere landen, miljoenen kinderen die nooit het woord gehoord hebben van de Heer Jezus Christus, de leidende borg en middelaar voor de zonden van zijn volk. We mochten dat hier vanmiddag zo samen nog met elkaar meemaken vanuit Gods woord, de teksten, de psalmen die gezongen zijn, het verhaal wat verteld is. Ik wil ook graag mevrouw Berghoff daarbij hartelijk dank zeggen voor de inzet die zij getoond heeft. Ook wat betreft de kinderen en het leren van tekst en het oefenen. Daarmee mogen het zijn dat de Heere u en ook ons allen daarin een zegen zal willen schenken. Fijn dat dit alles komt, dat dat ook kan onder leiding van de Raad der Kerk. In onze gemeente ook. Dat zijn voorrechten en zegeningen die daar zijn geschonken. En ik hoop ook voor de kinderen dat ze het toch goed mogen onthouden. Wat hier deze middag, wat deze dagen is verteld vanaf de kansel in de predikaties. Maar ook deze kerstmiddag. Maar dat het bovenal toch door de Heilige Geest in onze harten waarheid mag worden. En we willen thans overgaan tot ongeveer de sluiting, dat we zeggen, en we willen trachten voor te gaan in dankgebed. Daarna hopen een aantal boeken uitgedeeld te worden en vervolgens is het dat we daar samen dan nog hopen te zingen de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2, ondertussen een collecte, welke ook hartelijk bij u allen mag worden aanbevolen. Allereerst wil ik trachten u in gebed voor te gaan. Heere, heilige en eeuwige God, wat hebben we een reden om ons diep te verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, dat we hier samen mochten zijn. En dat we de psalmen mochten zingen, uit uw woord mochten horen. En dat God dit alles nog gegeven hebt in onderscheid van die miljoenen kinderen die of Mohammedaans of boeddhistisch of hindoeïstisch zijn. Of die helemaal geen enkele godsdienst hebben. En als ze dan niet weten van de Heer Jezus Christus, geboren in de stal en geboren in het hart, dan zijn ze voor eeuwig verloren. Maar ook wij, als wij het wel weten en het geen waarheid is geworden, ach, Heere, wat is dat ook verschrikkelijk. Zou u zo met ons willen zijn? Zou u met uw Heilige Geest willen werken in onze harten, willen werken in ons binnenste? En zou u door uw Heilige Geest willen geven dat ook hier een gemeente mag zijn van ouderen en ouders, maar ook van catechisanten en kleinere kinderen, grotere kinderen, die echt uw kinderen mochten worden, omdat uw Heilige Geest wederbarend in de harten gewerkt heeft. O Heere, ontferm u toch in Christus uw Zoon. Doe uw aangezicht toch lichten en wil gij toch leren en bekeren. En zo schenken dat deze dag ook een voorbereidingsdag mag zijn voor de dag van morgen, de Sabbatdag. Want de Sabbatdag, dat is de grootste christelijke feestdag. Die keert 52 keer per jaar terug. En eenmaal zal daar een eeuwige Sabbat zijn. Och, wat zou het een wonder zijn
wanneer we daarin mochten delen. Want er blijft een rust over voor het volk van God. En als we die rust in de rust aanbrengen Christus niet kennen, dan is het voor eeuwig verloren. Ontferm u dan over ons, vergeef onze zonden, leid ons niet in verzoeking en schenk ons dat we allen veilig weer mogen komen waar we naartoe hopen te gaan. Wij smeken dat alles verbeurd en verzonderd in de Zoon uw liefde. Amen. We gaan thans dan over tot het uitdelen van de boeken, wat geschieden zal door de diaken. Gaan we nu zingen de lofzang van Simeon, vers 1 en 2.